Deze week, afgelopen week, zijn er twee dingen in het nieuws gekomen die zorgwekkend zijn. Ten eerste heeft de meerderheid van de Tweede Kamer een definitie voor antisemitisme aanvaard die problematisch is. En het andere is dat het verdrag van Marrakesh nog een bepaling heeft die ook de vrijheid van meningsuiting in gevaar brengt. Dus daar gaat deze aflevering over, de vrijheid van meningsuiting. Eerst de definitie van antisemitisme die door de niet-linkse partijen in de Tweede Kamer is aanvaard als hun werkdefinitie. Die definitie die komt van het IHRA, de International Holocaust Remembrance Association. Het probleem met die definitie, zoals verwoord door een ander Joods geluid en zoals ook verwoord door GroenLinks, is dat die definitie geen onderscheid maakt tussen Israël en Joden. Dus die vereenzelvigt de twee. Dat is problematisch, omdat een hoop Joden helemaal niets met de staat Israël van doen willen hebben. Die worden daarmee, ja, dat wordt dus bij elkaar gebracht nu. Als je naar de website gaat van die IHRA, dan komen er nog een aantal voorbeelden tegen van wat dan volgens hun onder antisemitisme valt. Nou, het zal geen verrassing zijn dat de hele Holocaust niet, en details daarvan, niet in twijfel getrokken mogen worden. En dat vind ik bezwaarlijk, omdat het is tenslotte geschiedenis, en dus ook wetenschap, en zaken binnen de wetenschap die buiten discussie geplaatst worden, of zelfs bij wet en daarmee met geweld beschermd worden, die zijn het wantrouwen waard. Die zijn het verdere onderzoek waard. Daar hou ik me mee bezig. Daar duik ik direct bovenop. En dan kom je er vaak achter dat dingen net even anders zitten dan wat je steeds verteld is. Dat zou zomaar ook hier het geval kunnen zijn. Dus dat is bezwaarlijk. Een tweede punt wat ik even wil noemen is, uit die voorbeelden blijkt dat ook mogen de Joden niet verantwoordelijk gesteld worden voor de kruisiging van de Heer Jezus. En dan is het raar dat juist deze motie in is gebracht door een uiterst religieuze partij als de SGP. Die nogal leunt op het boek, de Bijbel, waarin dat toch gewoon beschreven staat. Daar moeten ze toch eens een keertje uitleg over geven. En wat ik lees op de website van de IHRA, volgens de laatste de conferentie die ze hadden in Boekarest, Roemenië, dat is dat, of Boedapest, daar wil ik vanaf zijn, dat is dat kritiek op de staat of de legitimiteit van de staat Israël, dat mag ook niet, dat is ook antisemitisme dan. Dus je mag dan, bij gevolg, mag je dus ook niet meer stellen dat het oneerlijk is dat Joden het land Palestina zich hebben toegeëigend ten koste van de al bestaande bevolking die daar destijds was van voornamelijk Arabieren, Palestijnen, zoals we ze nu noemen. Dat soort dingen mag je dan volgens die definitie ook niet meer zeggen. Nou, als je nou nog niet begrijpt dat dit een hele krukkige definitie is voor het woord antisemitisme, dan weet ik het ook niet. Antisemitisme is overigens, volgens velen, slaat het niet op een specifiek volk, maar op een taalgroep. Dus het is een heel slecht woord als je wil uitdrukken Jodenhaat. En volgens Gilad Atzmon, die ik heel hoog heb, omdat hij veel schrijft over dit soort kwesties, is oorspronkelijk ook in Israël geboren, Joods van origine,
maar heeft zich daarvan afgescheiden. Schrijft daar heel veel over dus. Hij zegt, een antisemiet is iemand die door Joden gehaat wordt. En ik denk dat dat nog de meest treffende definitie is voor deze term. Evenwel. Vrijheid van meningsuiting. Oh ja, wat dit voor ons recht voor consequenties heeft, dat kan ik niet overzien. Ik ben geen staatsrecht geleerde. Maar het is wel zorgwekkend dat zo'n groot deel van de Tweede Kamer deze definitie heeft geaccepteerd. Er wordt bijvoorbeeld voor Amerika wordt er gesteld dat de invloed van de Joodse lobby heel erg sterk is. En met dit soort strapatsen krijg je het vermoeden dat die stelling voor Nederland misschien ook opgaat. Maar mag ik dit wel zeggen? Of is dit weer antisemitisme? Het doet er niet toe. Ik roep de vraag in ieder geval op. Dan het andere is het verdrag van Marrakesh. In de podcast van Adam Curry, de No Agenda Show, dook op een persconferentie in het Europarlement, waarin, zoals later bleek, een PVV-parlementariër een persconferentie had. En, als een van de velen. Hij opende die persconferentie met eigenlijk de mededeling dat het verdrag van Marrakesh ook bepalingen bevat waarbij de kritiek op migratie verboden wordt verklaard. Media die ruimte bieden aan kritiek op migratie, die zouden, daarvan zou de geldkraan dichtgedraaid kunnen worden. Dus dat geldt in ieder geval voor de publieke media. De publieke omroep mag geen zendtijd meer beschikbaar stellen voor mensen die kritiek hebben op stromen van niet-westerse mensen die richting Europa gaan. Migratie in het algemeen. Dat is een inperking van de vrijheid van meningsuiting. Dat voelt u natuurlijk ook wel. Het wordt gecriminaliseerd op deze manier. En in het verdrag van Marrakesh zou ook nog een bepaling staan die de staten, de ondertekenaars, oproept om iets te doen tegen wat dan heet hate speech. En hate speech, het oproepen tot haat, dat ligt toch heel erg dicht bij de term false crime, verkeerde gedachte, zoals je dat kunt lezen in het boek van George Orwell, 1984. En dan schuiven we richting een hele akelige, dystopische maatschappij, een dystopische wereld, waarin je niet zomaar weer wat kunt zeggen, waarin bepaalde gedachten verboden verklaard zijn. En sowieso, het begint er dus mee dat je bepaalde dingen niet meer mag zeggen. Nou, was het niet alleen deze PVV-parlementariër die ermee kwam, ook in Café Weltschmerz was Sip Winia degene die melding maakte van deze passage in het verdrag van Marrakesh. Dus ik ben geneigd om aan te nemen dat dat er ook daadwerkelijk in staat. En daarmee is het dus van het grootste belang dat dit verdrag niet ondertekend wordt. Het zou goed zijn als meer mensen de petitie die op is gezet door Forum van Democratie, die dus wel dat IHRA-definitie heeft ondertekend of daarvoor heeft gestemd, definitie van antisemitisme. Als die petitie tegen het tekenen van het verdrag van Marrakesh, als daar meer mensen aan meedoen. De vrijheid van meningsuiting bleek uit een uitzending van de No Agenda Show van Adam Curry, podcast, bleek nog meer onder vuur te liggen. Onlangs is een Oostenrijkse vrouw is veroordeeld omdat zij in een toespraak een discussie heeft gevoerd over de relatie, het huwelijk van profeet Mohammed met de 6-jarige Aisha. Nou, zij stelde op een gegeven moment in haar pleidooi. Dat zoek ik nu even bij, het citaat.
vertaald. Ik zie het hier in het Nederlands. Een 56-jarige met een 6-jarige. Wat noemen we dit als het geen pedofilie is? Hiervoor is zij uiteindelijk door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld. Omdat ze hiermee religieuze gevoelens gekwetst heeft. En dat mag niet. En daarmee is de vrijheid van meningsuiting door de rechtbank beperkt en dus eigenlijk opgeheven. Want vrijheid van meningsuiting, als je dit soort dingen niet mag zeggen, dan is er geen vrijheid van meningsuiting. Dat punt hebben we inmiddels bereikt. Nu, wat is die hele, dat hof, wat is dat? Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het is uiteindelijk dus in hoger beroep, is het daar uitgekomen. En daar hebben ook Nederlanders mee te maken en Belgen. Dan gaan we even verder kijken naar waar komt dit vandaan. Dat hebben ze gedaan, dat heeft Adam Curry gedaan in de No Agenda Show. En er komt uit bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Artikel 10, daar staat dat er vrijheid van meningsuiting is in passage A, paragraaf A. In B staat dat er aan die vrijheid wel voorwaarden worden gesteld. En daarmee is dus gewoon die vrijheid van meningsuiting verdwenen. Daar zijn we nu. Dit is de Europese Unie zoals die voor ons geldt. Je mag niet zomaar alles meer zeggen. En in mijn voorgaande aflevering heb ik daar ook al iets over gezegd. Wat mij betreft is de vrijheid van meningsuiting onbeperkt. Dus ook zeg maar wat voor veel mensen zeg maar het oproepen tot geweld, dat mag niet. En zoals bij de blokkeervriezen, het oproepen tot het verbreken van de wet, het overtreden van de wet, dat mag ook niet. En daarmee, als je dat zo gaat zien, leg je dus eigenlijk de verantwoordelijkheid van de uiteindelijke daad, of het nou geweld is of overtreden van de wet, leg je dus niet zozeer neer bij degene die die overtreding begaat, als wel bij degene die oproept. Dus het is eigenlijk dat je hiermee stelt dat degene die de overtreding begaat, dat die verminderd toerekeningsvatbaar is. En daar heb ik echt iets tegen. Ik ben daar duidelijk over. Ik geloof in eigen verantwoordelijkheid. Mensen zelf moeten nadenken. Zo zien onze leiders het graag niet. Zij zien burgers en kiezers graag als volgroeide kinderen. Een soort zwakbegaafden die allerlei dingen gaan doen als je ze daar om vraagt. Mij hebben ze in ieder geval niet mee. Dit is even mijn analyse over de vrijheid van meningsuiting. Ik hoop dat dat verdrag van Marrakesh niet wordt ondertekend, maar ik heb er een hard hoofd in. Dus teken die petitie in ieder geval. En voor nu, bedankt voor het kijken. Ik zal, zoals altijd, eigen verantwoordelijkheid, zoveel mogelijk links nog in het klikblok stoppen en onder het filmpje. Tot ziens.